Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Rond 2010 werd het voor bedrijven in de meeste gevallen verboden om klanten nog ongevraagd te bellen. Dat was ook een plaag geworden in de periode daarvoor, met name omdat mensen vaak rond etenstijd gebeld werden. In de periode daarna nam als gevolg van die maatregel het aantal verkopers dat aan de huisdeur belde sterk toe. Omdat het wat al te vaak gebeurde, heb ik, met grote letters geprint, een briefje op mijn voordeur gehangen en dat ging als volgt. Dan worden we niet meer rond etenstijd aan de telefoon lastig gevallen, staan dat soort foute types ineens zeer regelmatig rond datzelfde tijdstip bij mij aan de deur te bellen. Ik kan u vertellen, als u geen grote mond wilt, dat u beter een paar deuren verder kan gaan. Als u wel graag een grote mond wilt, bel dan gerust aan, want zo kom ik ook weer van een stukje frustratie af. Wanneer u echter denkt dat ik geïnteresseerd ben in een nieuwe energiemaatschappij, een lening, een restaurantbon, in God, of iets dat ik bij de DSB-bank wil ondernemen, nou ja, u ziet zelf wat daarvan komt. Maar zonder gekheid, het is heel eenvoudig om een klein beetje van uw en mijn kostbare tijd te sparen. Bel niet aan. Ik garandeer u van tevoren, ik heb geen interesse. Oh ja, en aan enquêtes doe ik ook niet mee. Nou ja, één keer per jaar met Sinterklaas misschien als de hele familie loodjes trekt. Of is dat nog geen enquête? Hoe dan ook, vertrek, ga weg, bel niet. Op slechte dagen sta ik mensen als u aan de deur uiterst kort te woord met slechts 3 woorden. Nee, nee, nee. Wanneer ik echter mijn dag heb, dan ga ik alsnog uiterst geanimeerd met u in discussie. Ik toon interesse in uw product waarbij ik oprecht overkom. Dat kan ik goed. Ik vraag waarschijnlijk belangstellend naar uw thuisfront. Laat u desnoods uw hele catalogus uitleggen en vraag dan ook naar een contract. Maar net als u dan na 2 of misschien 3 uur praten eindelijk denkt uw slag te kunnen slaan, vertel ik naar waarheid dat ik hoegenaamd niet over enig te besteden geld beschik en zoiets ook niet op termijn van 3 of wellicht zelfs 5 jaar naar nu te verwachten heb. Neem dus het zekere voor het onzekere en ga ter bescherming van uw eigen dure tijd niet met mij in discussie. Aan de telefoon kondigde ik bij gesprekken als u met mij wilt hebben van tevoren altijd netjes aan dat ik het gesprek opnam. Door de ervaring wijs geworden hoef ik dan niet achteraf te soebatten om een opname waarop een bevestiging van mij zou staan om vervolgens een gemanipuleerd bestandje te ontvangen met slechts een heel klein gedeelte van wat gezegd is. Gek is wel dat na zo'n aankondiging van mij de meeste mensen die mij voor 1 oktober belden en eens heel snel de interesse in een verder gesprek kwijtraakten. Aan de deur zoek ik nog naar een soortgelijke oplossing. Vooruitlopend op een definitieve aanpak heb ik echter alvast achter mijn voordeur een soort van webcam gemonteerd, samen met een goede microfoon, die beide altijd aanstaan en alles opnemen. Wanneer u dus toch aanbelt, wil ik u vragen, als u tenminste een beetje florissant in beeld wil komen, om alvast uw beste glimlach op te zetten. Strijk voordat u de belknop beroert ook even de kleren in de plooi en doe de haren uit uw gezicht, als ze daar tenminste naartoe gewaaid zijn. Enfin, een hele hoop woorden dus, terwijl ik eigenlijk alleen maar 1 ding wil zeggen. Als u niet iemand bent die ik heel goed ken, of die op afspraak komt, of zelfs persoonlijk door mij is uitgenodigd, hoepel op! Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0.